Hey, goedemorgen. Vandaag ga ik naar Curaçao. Het is 5 uur. Wauw, ik ben 1 uur gaan slapen. Ik was nog helemaal aan het inpakken, maar maakt niet uit. Ik slaap wel in een vliegtuig. En ik spring nu onder de douche en dan ga ik zo naar Schiphol. Ik weet gewoon niet wat ik aan het doen ben. Ik ben het licht uit aan het doen als ik een kamer binnenkom. Ik moet me nu opmaken, maar... Goedemorgen. Oké, ik ga. Mijn spullen staan klaar. Fofje gedacht zeggen. Dag Fofje. Nog meer met welk ben je dit? Veel plezier. Dank je wel. Goedemorgen, ik zit in de trein. Ik kwam de trein binnen. En er vroeg net een vrouw in het Engels. Heel bezorgd. Gaat alles wel goed met je? Ja, dat soort vragen wek ik dus op om 6:15. Ja, ik heb maar 4 uur geslapen. Ik ben helemaal de weg kwijt. Ik heb net ook zitten twitteren met allemaal fouten erin. En zometeen manicure bij Express Spa en dan lekker slapen in het vliegtuig. Ik ben inmiddels ingecheckt en ik ga nu voor een manicure. Een gewone, want in gel heb ik helaas niet meer de tijd vliegt voorbij. We zijn ingecheckt gewoon op tijd, maar nog 3 kwartier ongeveer. We hebben Anna! Hoi. En kijk wat we net ontdekken. Wauw! Het is een Nutella glas. Met minis. Met Nutella minis erin. Wow. Dit is de hemel. Yep. En het is gewoon echt glas. Wauw. Dus het is geen plastic. Dus je kan er dingen in opbergen ook. Hoe leuk is dit voor je make-up? Ja, zo cute! Oh trouwens, dit zijn mijn nagels. Dat ze dus net gedaan. Ik zit in het vliegtuig, dus een dubbeldekker. Hier zijn mijn goodies en mijn tas. Ik heb lekker mijn kleedje mee. Ik ga lekker slapen. Na een prachtige vlucht, ik heb veel geslapen, zijn we in Curaçao. Je zit hier op het vliegveld. En Anne, lekker geslapen? Heerlijk. Ik heb wel een beetje geslapen. Ja, ik ook. Ja, wil zo helemaal oprollen. Ja. Hey, ik ben in het hotel aangekomen. Ik zit in het Flores Suite Hotel. Ik zal zo nog even een toertje laten zien. We hebben trouwens gevlogen met KLM en is geboekt via Corendon. Je hebt verschillende manieren om naar Curaçao te gaan, maar dat is een tip. Dit verliep allemaal helemaal goed. Even kijken. Een tour. Dit is de badkamer. Dan hebben we hier een douche, wc. Flinke keuken. Echt gewoon, ik zou hier kunnen koken. Kasten. Televisie. Bankjes, bed. En dan gaan we nu. Pam pam pam. Naar buiten. Wauw. Die Caribische geur komt je tegemoet. Dit is het balkon. I love it. Wie mij lange tijd volgt weet dat ik een grote liefde heb voor het Caribisch gebied. En ik. Voel me hier helemaal in mijn element. En ik ben wel een beetje, omdat Gregor er niet bij is, dat ik een beetje denk. Omdat wij gaan altijd samen erheen. Het is echt een beetje ons ding. En ik denk, ik heb erover nagedacht. Want vorig jaar had ik maagpijn hier, een week lang. En voordat ik wegging, kreeg ik ook een beetje last van mijn buik. En toen dacht ik, zou het daar misschien mee te maken hebben? Omdat ik niet dit kan enjoyen met Gregor samen. Maar goed, in gedachten zijn we bij elkaar en we appen heel veel. Dus. Ik heb inmiddels alles uitgepakt. Ik zal heel kort laten zien wat ik heb gedaan. Dit is mijn kleine kantoortje. Laptop en mijn boeken. Dan heb ik alle blaadjes en zo hier gedaan. Mijn lege koffers hier. Hier heb ik dekentje neergelegd. Pyjama. Dit is mijn handtas die ik steeds mee ga nemen. Dit is een deel van de kledingkast. Hier heb ik bikini en handdoek. En heb ik een dik vest. Dan heb ik hier ondergoed. Mijn handbagagetas die ik nu niet gebruik. En dan heb ik hier dus de kleding. Ik heb echt niet veel bij me. Het is letterlijk 3 shirts. 3 jurkjes. En 3 onderkantjes. En 1 paar schoenen. Ik ga ook even dit wat ik nu aan heb. Dit shirt eventjes wassen voor de terugvlucht. Hier ligt mijn mobiel te laden. En dan heb ik hier de beauty dingen. Dit is haar. Het rollers. Tandenborstels. En de rest met heel veel zonnebrandcreme. Hier heb ik mijn make-up hangen. Ook redelijk weinig voor mijn doen. En hier staan nog wat dingetjes. Dit is wat ik aan heb. Deze neem ik mee in mijn tas voor later. Een zwart hemdje, spijkerbroekje en slippers. Voor degene die zich afvragen waarom ik hier ben. Ik ben uitgenodigd door het toeristenbureau Curaçao om het eiland aan jullie te laten zien. Dus eigenlijk mijn enige functie hier is
show you this beautiful island. En ik ben al een keer eerder geweest en ik vond dat zo te gek. Ik heb toen ook gevlogd, kan je terugkijken, is 2 jaar geleden. Was toevallig ook met Anna. En ik weet dat meerdere mensen daarna ook een reis naar Curaçao hebben geboekt. En daar ook zo enthousiast over waren. Dus ik hoop dat ik ook meer mensen kan inspireren. Oh, die temperatuur hier. En dit is een hotel voor 18+. Dat is echt heel chill als je met je vriendje of zo erheen gaat. Best wel wat meer gericht op koppels en romantisch. En heel veel privacy ook. En dit is, jullie hebben mijn kamer net al gezien. Dit is hoe een kamer er, ze gaan alle kamers veranderen en die gaan er zo uitzien. Met dit. En check dit. Super mooi. En de seating area. Wow. Dit is het zwembad. 24 uur per dag open, dus ook 's nachts. Super fun fact, dit hotel staat dus bekend om zijn gay friendliness. En zij organiseren ook elk jaar de Gay Pride. Dus dit is zeg maar voor 18+ en koppels. Dus eigenlijk open voor iedereen. En ja, het is gewoon een hele goede sfeer hier. Even andere schoenen aangedaan. Kijk, een cool ship. Dit is dus onder aan deze kant. De andere kant is okay. Ze hebben de brug zo hoog gemaakt zodat hele grote tankers allemaal langs kunnen. En daarachter zit de containerhaven, Curaçao Dock Maatschappij en de olieraffinaderij. Dus. We zijn bij restaurant nummer 5. Bij het resort. Het is 9:30. In Nederland tijd is het nu heel laat 's nachts, dus iedereen is ontzettend moe. Dus we gaan lekker naar de kamer. Ik ga nog even opblijven. Ik ga proberen om tot 10:30 ongeveer op te blijven, zodat ik zo snel mogelijk van mijn jetlag afkom. Waar moet ik heen? Nou ja, hierheen. En dan morgen om 10:00 verzamelen, ook niet al te vroeg. Dus lekker chill. Lekker chill. Ik draag mijn sjaal trouwens in verband met de airco. Ik heb heel snel dat ik bijvoorbeeld een beetje last van mijn keel krijg, dus ook van de airco. Ik heb ontdekt dat als ik gewoon een sjaal meedraag en dan af en toe aan, af en toe uit doe, werkt top. Hey, het is 10:00 ongeveer. Ik ga nog ongeveer 1/2 uurtje lezen. En dan ga ik lekker slapen. Ik vond het super leuk. De eerste dag Curaçao. Heerlijk genoten nu al. En ik kan niet wachten tot morgen. Zie je morgen. Doei doei. De enige kleding die ik meeneem, daar ga ik nog een artikel over maken. Ik ben heel erg minimaal probeer ik te doen. Ik doe mijn best. Maar